Welkom bij deze nieuwe vlog. En Dennis die is lekker bezig met zijn aquarium. En ik ga zo meteen met mijn zus naar mijn moeder. En dan gaan we lunchen en wandelen. En Malcolm is heel gefascineerd bij... Ik is ook om aan het kijken. Zo schattig. Maar het is lekkere zondag dus. Ga je vissen? Ga je vissen, Malcolm? Hij vis hem ook. Meisje, ben je klaar voor? Ik ga nog even aan. Oké, okay, ik ga nog even aan. Ja. We zijn lekker aan het koken. En hoe heet het? Hariria. Maar goed, we zijn lekker aan het koken. Ik was net bij mijn moeder geweest. Dat was heel gezellig. Met mijn zussen en haar hondjes. En nu lekker gezond zondagavond etentje. Maar Dennis die zei, maak jij het? Toen zei ik nee. We hebben nog niks samen gedaan vandaag. Dus dat doen we lekker samen. Meneer de chef, kom. Goedemorgen, het is alweer maandagochtend. Eigenlijk hoef ik nog niet op te staan. Ja, moest ik nu opstaan, maar ik was eerder opgestaan omdat vandaag komt de aannemer om te kijken naar de lekkage in Dennis' kamer. Dat is wel chill. En Malcolm, die wil op tafel proberen te klimmen. Mag natuurlijk niet, omdat die vis, we hebben een hele grote vis en die wil Dennis niet meer eigenlijk. Dus we gaan nu kijken waar we hem kunnen doen in een ander aquariumpje of... Misschien bij mijn kinderdagverblijf of verkopen. Kijk, Mokie. Je mag niet de vis opeten. Nee. Kom hier. Vandaag ga ik dus naar mijn werk. Cuties. Ah, een drukke dag, zoals voorspeld. Koekje erbij, want... Mijn collega is nog ziek en ik ben in mijn eentje met 11 kinderen. Aan de andere kant zijn er ook nog 2 collega's, maar die hebben 12 kinderen. Dus het is best wel druk. Ik bedoel, ik heb 9 kinderen, zij hebben 11 kinderen. En er komt wel gelukkig de groepshulp mij vaak helpen, dus dat scheelt heel erg veel. Maar toch, weet je, zo druk. Zo, ik ben thuis, maar ik had zin in vette hap. Dennis was aan het koken. Ik zei, wacht, stop, ho. En nu heb ik friet gehaald. We hebben een frietje gehaald en ik heb een bami-schijf. En Dennis is een uitje aan het snijden en die heeft een broodje frikandel. Pure luxe. Dank je. Ik heb eindelijk een nieuw hesje van Malcolm. Dus ik ga nu even passen of die past. Veermarktplaats gekocht van Sibere. Malcolm, hoe vind je deze? Mooi. Wat een mooie poes. Wat een mooie poes ben jij. Goedemorgen. Ik heb een nieuwtje over de camper. Best wel, nou niet echt een leuk nieuwtje, maar gewoon spannend. Er zijn ontwikkelingen.
Maar moeten we altijd positief blijven? Ik vertel het nu eerst. Ik zit in mijn hoofd al helemaal in het verhaal. De as die ik had opgehaald samen met Edwin in Brabant, die was toch best wel beschadigd. Dus ze wilden eerst hier de nieuwe as, de tweedehands as, gewoon onder mijn camper monteren nadat die was opgeknapt. Maar het blijkt toch wel zo beschadigd te zijn dat dat niet kan. Dus nu gaan ze proberen die nieuwe steekas. Nou, sorry hoor, mijn beeldscherm is heel raar. Die nieuwe steekas in mijn gewone achteras te plaatsen. En schijnbaar is één kant wel gelukt. En de andere nog niet. Dus nou ja, we moeten maar hopen dat het gewoon goed komt. En positief blijven dat het goed komt. Ja, en ik ga zo weer werken. En ik moet echt iets doen aan dit scherm. Want het is de hele tijd te gek aan doen. Het lijkt wel alsof als het donker is, maar de lichten staan aan, dan gebeurt dit steeds. Overdag heb ik er geen last van, geloof ik. Zo, ik ben thuis. We hebben net lekker gegeten. Ik zie er echt niet uit. Het komt omdat ik was zo moe. Na werk. Ik heb nu lekker eindelijk een kopje koffie gezet. Want de huisgenoot van Dennis had nog ergens een koffieapparaat vannacht over. Dus dat is heel chill. En ik was zo moe. Ik was helemaal een beetje overprikkeld. Omdat het einde... Wow, hij wordt heel warm. Het einde van de dag. Alle ouders kwamen op hetzelfde moment. Ik moest 3 kinderen hadden in hun broek geplast. Dus ik moest dat allemaal tegelijk doen. Ik was er met eentje aan het eind. Mijn collega's zijn allebei ziek, dus nu van kwam er weer iemand gelukkig invallen op de groep. Maar toch, op het eind sta je alleen een uur. En nu moesten 3 kindjes verschoond. Iedereen stond te wachten in de rij om de kinderen op te halen. Het was één groot chaos. Toen moest ik naar huis fietsen. Toen had ik het idee van, kan iemand überhaupt hier nog gewoon fietsen? Toen stond ik op de pont, ging iemand wietroken op de pont. Dus, ik had het echt gehad. Toen kwam ik thuis, was ik helemaal een beetje emotioneel door al die prikkels. En toen ging Dennis me knuffelen. Toen was het weer goed. Daar gaat ze. Malcolm gaat naar de dierenarts om gesteriliseerd te worden. Is she ready? Ze mocht helemaal niks eten. Vanaf gisteravond niet. 10:00 gisteravond. Ze heeft een mooie nieuwe pakje aan. Waar ze nog een beetje aan moet wennen. Nee hoor. Nee, ik vind het wel spannend. Maar het komt wel goed. Hey Maukie. Met Cindy, gezellig. En het is echt veel kouder dan ik dacht. Mijn handen vriezen bij. Meen ook. Het heb je een mooi regenjasje. Die moet je 10 dagen omhouden, Mook. Mook is net terug uit van de dierenarts. Het is een beetje zielig. Ze moest plassen, maar ze wachtelt nog helemaal van de narcose. En ze moet het jasje, kraagje, 10 dagen omhouden. Maar goed, hij is een beetje groot, dus ze stapt er even op. En ze moet over naar volwassen voer, Dan. Oh, maar eerst mag ze deze kittenvoer nog opmaken en dan naar volwassen voer. Ze zeiden wel, doe maar niet supermarktvoer, wat ik wel altijd koop eigenlijk. Want andere voer is beter voor de tandjes. Nu ga ik dat wel kijken online een keertje, een zak of zo. Maar ja, in Spanje en zo ga ik natuurlijk, ja, zie je geen andere. Dus ja. Hey, liefste.
Ga maar lekker chillen op bed, hè. Doe maar rustig aan vandaag. Morgen. Ik ga naar Alkmaar. Want ik ga naar de Kringloopstraat. Ik weet even niet meer hoe de straat heet. Maar vlakbij het station zijn 3 kringlopen naast elkaar. En daar wil ik heel graag heen. Want het is weer open en het mag weer. Dus ik dacht, ik heb een rugzakje mee. Ik dacht, ik ga lekker kringlopen vandaag. Dat was het weer bij de kringloop. Best wel wat leuke dingetjes gezien. Maar bijvoorbeeld 1 kringloop had 2 leuke jassen. Die hebben allebei echt €35. Dat vind ik echt overdreven voor een jas bij de kringloop. Dus dat heb ik niet gedaan. En verder heb ik alleen wat kopjes en schoteltjes. Voor bij Dennis. En eentje voor bij mij thuis straks weer. Die laat ik zo meteen wel even zien. Eerst weer terug naar Amsterdam. Weer thuis. Ik heb deze gekocht. Wacht. Eén moment. Deze. Omdat we toevallig de Lord of the Rings aan het kijken waren. Dit boek voor een vriend. Die is jarig morgen. Deze voor de yoghurt. Heel schattig. Deze mooie mok. En ik hou hier altijd van. Ik heb er nog zo één. Of 2 eigenlijk. En deze 2 schattige mokjes. Joehoe, hoe, hoe. Party, party, party. Want Moes is misschien waarschijnlijk wel gefixt. Want die steekas die ik had opgehaald in Brabant. Eerst wilden ze die helemaal erin gaan zetten. Maar nu hebben ze of de hele achteras er nieuw in gaan zetten in moes. Alleen die as was toch te beschadigd. Maar de steekassen van die as waren wel goed. Dus konden ze die steekassen zetten in mijn camper. In de bestaande as die ik al nog had. Die hebben ze nu overgeplaatst. En nu rijdt moes weer. Dus licht aan het eind van de tunnel. Ik ben heel benieuwd of hij nou goed is. We moeten nog kleine dingetjes doen. Ook de waterpijp die doorgesmolten was met het rijden toen in Spanje en Frankrijk. Die hebben ze gerepareerd. Hij zegt wel dat er wat rotte plekjes zijn daar. Dus daar moet ik zelf even naar kijken. Maar het is niet ja, zeg maar van belang dat ik dat nu snel doe. En dus ga ik morgen heen om te behangen en iets te lakken en een plafonnetje eventjes mooi te maken. Yay, goed nieuws. Goedemorgen. Vandaag ga ik naar de camper toe met Dennis, die gaat mee. En we gaan wat lakken, we gaan een nieuw behang plakken, want dat was al helemaal gerubbeld van het vocht. Of jullie dat nog weten uit een van de vorige video's. Hey. We zijn er. Let's see how she's doing. Oh, het dingetje aan, lekker warm. En ik laat even zien wat ik ga doen. Zo. Nou, eerst een paar dingetjes behangen. Deze hier, die is gebobbeld, want ik heb het vorige keer gewoon niet goed genoeg gelijmd. Dat is die ook. Die andere zijn eigenlijk wel goed. Deze is ook een beetje gebobbeld op de koelkast, maar ja, ik weet nog niet zeker of ik die ga doen, want je ziet het niet echt. Deze is oké.
En deze is ook oké. Is een heel klein beetje gebobbeld. Alleen, ja, je stoot er constant met je voet tegenaan. Deze wil ik lakken. Of misschien ook behangen. Dat kan ook. We hebben nu die planken hier weggehaald. Dus dit is vrij. En hier komt dat doek met die planken er weer op. Dus dat is, ja, volgens mij heel makkelijk. Maar het ziet er heel gek uit. Ik heb het nog. Allemaal. Ik ben nu, dit heb ik geweekt. Met wasmiddel en warm water. Want ik had nog gas, dus ik heb het water gekookt. Of warm gemaakt in ieder geval. En nu laat het langzaam los. Dus dat is chill. Eerste stukje is eraf. Wat ben je aan doen? Mijn handen eraf aan te halen. En deze ook. Helemaal netjes behangen. Zo, nu dit nog allemaal netjes. En hier. Plankje gelakt door Dennis. Toppie. De nieuwe visjes van Nan. Dus ze zitten nu nog in tasjes. Maar straks mogen ze pas in het water. We gaan naar een visje van Wesley, die is jarig. Maar een paar vrienden, geloof ik. En ik ben ook natuurlijk uitgenodigd als vriendin. Maar ze willen niet dat ik film daar. Dus misschien film ik een beetje, maar niet de mensen die er zijn. Het is een no filming policy, zoals Wesley het noemde. Maar ja, ik kan niet alles hebben in dit leven. Morgen. Even lekker aan de koffie. En wat een smoothie bowl gemaakt. Zoals men dat noemt. En nu ga ik even editen, de video online zetten. En dat was het weer voor deze week. Dus als je het een leuke video vond, you know what to do, bro.